Goedemorgen, zaterdagochtend, dansles, haartjes doen, klaarmaken. Zo. Waarom ben je al bijna klaar? Ik ben nog niet begonnen. Oh. Zo, ga het eerst nat maken, ja? Zo. Gewoon een knot bovenop, hè? Dansersknotje. Je hebt de neonroze broek aan en dansles run. Oké, we gaan naar Fort 9 en dan lekker brood halen, lekkers. Klein rijtje. Klein rijtje, valt mee. Ja, valt mee. Een koek voor koek. Hè? Huh? Een koek voor koek, ja. We hadden altijd hetzelfde koek voor haar. Zo'n healthy koek, zeg maar. Yummy. Even heel snel boodschappies. Oeh, pitjes. Nee, dat bestaat hier. Oh, het nummer van Joost is zo leuk. Het is zo cool. Ach. Ja, we love Joost. Hij is geweldig. Europa. Heerlijk. Zo'n leeg bureau en een beautytafel. Och, I love it. Ik vind het zo fijn. Het was een video van 2013 haar versus, of 2014 versus 2024. Toen stond er echt zo de krultang en dan nu de airwrap. Ik dacht echt, krultang till I die. Maar airwrap, oké, okay, ja. Ik gebruik hem, ik kan je wel eens vragen, maar ik gebruik hem wel eens hoor. Als in, ik denk wel, niet elke keer. Maar ik moet er zin in hebben, want het is gewoon een hele andere look. Het is inderdaad, je ziet wel echt het verschil in het filmpje ook. Mijn krultang is veel meer... Ja, perfecte krullen en Arab is gewoon alsof je het met een ronde borstel gefeumd hebt, dit. Dat is eigenlijk het grote verschil. Mijn scheiding zit heel raar, moet je kijken. What is happening? Had ik even ervoor moeten doen. Ja, ik vind het effect wel mooi, maar het is toch anders. Gewoon, ja, hete borstel. Net als een föhnborstel, gewoon eigenlijk een beetje. Beetje tussen een krultang en een föhnborstel in, dat is het. Yes. Ja, ik vind het wel mooi. Poeh. Ik heb de blower primer gebruikt vandaag. Holy guacamole. Dit is in Texas. Texas hooghaar. Oké. Okay. Yes. We gaan naar Rotterdam, naar vrienden die net een nieuw huis hebben. We gaan heel even langs de Le Creuset winkel voor een housewarming cadeautje. En gaan we die kant op. Zo, let's go. Wij zijn bij de Style Outlets. We gaan heel even naar de Le Creuset. Dat is tegenwoordig echt onze go-to als we een house, iemand heeft een huis, weet je wel, cadeautje. Dan gaan we heel vaak naar Le Creuset. Iemand gewoon... heeft een huis. Ja, nee, maar je weet wel, gewoon housewarming cadeautje. Ik vind het mooi bedoeld, maar het is gewoon altijd goed. Het is altijd een goed cadeau. Jazeker. We zijn er. Geen campagne. Iedereen had campagnes met dit, maar wij zijn hier echt oprecht als fans. Zijn we echt altijd hier. Kijk, ze hebben hier ook Cosmetics Company Store, maar we gaan altijd naar Le Creuset. Voor baby Essie. Ja. Zo cute! Ja, dit is natuurlijk, ja, het past natuurlijk helemaal in ons interieur. We hebben een cadeautje voor vrienden dan en, ach.
Core memory, ik zie dit in de MN. Oh my god, dit kocht ik als kind. Hier spaarde ik voor creepy jelly. En dan trok je het er zo uit. Oké, guys, wij zijn in Rotterdam geweest bij vrienden. Op zoek naar een huis, heel leuk. En ik dacht, ik ga je laten zien wat we voor onszelf hebben gekocht bij de Le Creuset Outlet. Want, oké, die pasteldingen, daar werd ik helemaal gek van. Ik dacht echt, wauw, dit is echt niet normaal beautiful. Dat ga je laten zien. Er is iets wat wij al een geruime tijd missen. We hebben hier alle bordjes staan. Kijk hier. Bordjes, kommetjes. Maar het enige wat we hebben is borden waar we van eten en kommen waar we uit eten. Maar we hebben dus geen, zeg dat decor. Ja, als je dan zeg maar een salade serveert. Ik heb een groot salade, komt dat wel. Maar als je bijvoorbeeld, nou, ik zeg maar wat, klein iets serveert. Doe ik dat in dezelfde borden als waar we uit eten. Want we hebben niet per se een soort van een mooie bol om het in te doen die klein is. Of, ja, hoe zeg je dat? Dat je met kerst zet je bijvoorbeeld mooie borden neer. Wij doen gewoon de borden waar we van eten, die zetten we dan neer. En dan is dat zeg maar het decording. Hetzelfde geldt voor kommen. De enige kommen die we hebben zijn degene waar we ook uit ontbijten, die yoghurt en zo. Dus daar doe ik dan ook bijvoorbeeld een saladetje in of een dingetje of een, I don't know, iets wat ik heb gemaakt. Kruidenboter, something. Maar ik heb dus deze. Daar heb ik er 3 van gedaan. Ik hoef er niet 6 of zo, want het is meer voor decor op tafel. Tuurlijk kan je ook lekker je yoghurtje ervan uit eten als je wil, maar het is wat kleiner. Kijk. Dit is waar we uit ontbijten. Kom. En dat is de roze. En dan heb ik hem in blauw. Dus die kan je zo leuk op tafel zetten. En dan heb ik er nog één. Ik hoop dat die genoeg is. Ja, dit wel. Dus deze. Paars. Dus pasteltintjes. Dan heb ik een slagje groter, de bloemen. Daar heb ik 4 van. Deze, wederom, dit is dus, weet je wel, dan kan je bijvoorbeeld een borrelnootje in doen of zo. Hier kan je natuurlijk ook gewoon het eten, maar ik vind dit, ja, dit is toch prachtig. Bloemenschaal. Ik had ze wel eens eerder gezien, maar nu met deze kleurcombo, oh my god. Paars. En ik heb ook echt kastruimte hiervoor. Want ik wist, er komt een dag, dan vinden we dit soort schalen voor serveerdingen. Weet je wel, voor nootjes. Dus ik heb gewoon een stuk in de marmerkast die leeg is, vertel je voor. Dan deze, turquoise. Is dat turquoise of niet? Ja, dat kan wel. Is dat blauw? Nee, dat is turquoise, dan hebben we hier blauw. Dus daar heb ik er 4 van. Ik vind ze net even te bloemig om echt uit te eten. Dan deze. Dit is echt zo'n Easter ding, maar hier kan je dus eieren in zetten. I love this. Hoe cute is dit? En tot slot iets wat we ook echt nodig hadden. Namelijk, wij hebben een glazen pot waar Keltisch zeezout in zit. Nemen we elke ochtend, worden wakker, nemen we een beetje Keltisch zeezout en dan spoelen we dat met water. En toen zag ik deze. Gregor kwam er eigenlijk mee. Het is eigenlijk een soort paas decor dingetje, maar het staat helemaal, oh my god, hier kunnen we het zout in doen. Ze hebben trouwens echt een fantastisch zout dingetje van Le Creuset, ook waar je het zo uit kan pakken met een gat. Maar ik heb het toch liever dicht. Dus dat is deze, die kunnen we nu mooi neerzetten. En we hebben ook peper en zout in deze kleur. Dus het matcht helemaal bij wat we al hebben. En ja, weet je, dat je elke ochtend gewoon even zo een beetje zout eruit pakken. Ook voor koken trouwens ook handig. Dus ja, cute hè? Echt adorable, ik ben helemaal blij mee. En ja, wij zijn gek op die outlet. En ik had het ook al gestoryd, maar echt heel veel mensen die hebben zeg maar gesponsorde stories van die shopping mall. Maar we hebben dat dus niet. Gewoon nooit gehad. Nooit, ik heb echt geen idee, maar het is gewoon, wij zijn oprecht gewoon echt als klant al, als consument gaan wij daarheen. Omdat het voor ons een beetje plek is waar we cadeautjes kunnen vinden. Zelfs geldt voor Le Creuset, gewoon mega fan. Alles gewoon gekocht, weet je wel. Dus ja. Kijk, hoe pretty. Deze kunnen we zo bewaren. Vet leuk voor paas, maar voor ons is dit gewoon everyday qua kleuren wat matcht met ons interieur. En het past ook echt mooi bij, zeg maar, dit is eetkommen. Die en hebben we grote borden. Die ontbijtbordjes. Nou, dan hebben we nu die decor. En dat zijn hele, hele kleintjes. Oké, guys, gaan we afsluiten. Welterusten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye.